Ha! Dag lieve vriendjes. Is het daar? Hier is het prima. Ik zit een beetje in raar licht. Hele rare zon. Schijnt zo mijn huisje in. Ik weet ook niet waarom. Ik weet niet wat er aan de hand is. Ik begin een beetje een lichter Armageddon gevoel te krijgen. He, een beetje dat de wereld op elk moment kan ophouden met draaien of zo. Of dat er dingen uit de lucht gaan vallen. Of dat de boel in tweeën breekt. En dat ik dan precies op de helft van de wereld zit waar alle stomme mensen wonen. En ik weet niet wat er aan de hand is. Ik maak me gewoon een beetje zorgen. Maar ja, misschien is er gewoon helemaal geen ene moer aan de hand. Dat kan ook. En heeft het gewoon te maken met een winterzonnetje. He? Weet ik veel. Ja, ik weet het toch ook niet. Het is de laatste tijd zo in de warre tijd. Alles wordt maar steeds gekker. Ik begrijp er zo langzamerhand echt helemaal geen moer meer van in wat voor wereld we leven. Maar doet het ertoe? Ik denk het niet. Want er is één rots in de branding. Een anker in het leven. Jantje's Reviews. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft Achmedje opgestuurd? Laten we gaan kijken. Laten we gaan zien. Nee, ik probeer er nog wat van te maken. Flesjes weer met trommel. Wat is dit dan? Dat is weer van die vieze ijsthee. Misschien schoot ik wat heftig uit mijn slof. Door te roepen dat het vieze ijsthee is. Want ik heb het nog niet geproefd. En ik ben wel iemand die vindt dat je alles moet proeven. Tot op een zekere hoogte. Hè? Er zijn ook mensen die zijn heel conservatief. Die zeggen, nee, ik proef niet andere dingen dan wat ik gewend ben. En ik geef toch eerlijk toe dat ik ook... Ja, weet je, ik vind ook gewoon dat iets normaal is en dat is dan lekker. En als ze dan hele moeilijke varianten ervan gaan maken, dan denk ik, hoeft voor mij niet. Maar ik ga niet zeggen dat iets vies is voordat ik het heb geproefd. Snapt u wel? Mooi. Nou, wat is dit voor iced tea? Dit is helemaal geen iced tea. Dit is fused tea. Wat is nou weer fused tea? Van welk merk is dit dan? Fused tea. Of is fused tea een merk? Ja, denk ik dan. Nou ja. Black tea, peach, hibiscus. Hibiscus? Hibiscus? Nou, zwarte thee, persik en hibiscus. Low in calories. Wij gebruiken getrokken thee, gemaakt van theeblaadjes, zeggen ze. Nou, dat is wel aardig ijs die dan, zou je zeggen. Maar goed, verantwoord ingekochte thee. Geniet van deze duurzame ingekochte thee in een fles gemaakt van 100% gerecycled plastic. Nou, ze willen wel heel goed doen met hun drankje, zeg. Wat kunnen nou, nee. Goed, wat is dit? Dit is green tea. Ja, green tea, met een citroentje. Dit is green tea, mango en chamomile. Toch gewoon kamille? Nou ja. En dit is dan green tea, blueberry, jasmine. Is jasmine. Oh, dus kijk, dat zijn dus, behalve die dan, dus een beetje een saaire. Dit zijn dus, hier zit een bloemetje bij gepleurd. Dus hier hebben ze dan kamille bij gegooid. Hier hebben ze dus jasmine bij gegooid. En hier dus hibiscus. En dan ga ik even opzoeken, want ik ga je niet weg voordat ik jullie kan vertellen wat hibiscus is. Chinese roos, noemen ze het. Chinese roos. Prima. Lijkt me niet lekker. Ik vroeg me net al af of Fuse Tea een merk op zich is. En blijkbaar is Fuse Tea een merk op zich. Maar ik keek heel even op waar het gemaakt wordt. Het is gewoon voor Coca-Cola Nederland. Maar wat? Ik kan nog wel lang blijven zeuren. Laten we maar gewoon gaan proeven. Groene thee van de Fuse Tea. Die ruikt. Naar citroen. En dat is niet zo gek, want dat staat erop en dat zit er waarschijnlijk dan ook in. Zonder prik. Ja, dat is niet eens zo heel vies. Groene thee met citroen. En een shitload suiker als je mij vraagt. Even kijken. Suikers. 20% van het flesje bestaat uit suikers. Nou, dat is wel heel grappig. Low in calories staat erop. 20% suiker. Het smaakt gewoon een beetje naar ijskoude thee. Groene thee die niet echt goed getrokken is.
waar ze wat citroensap hebben ingespoten. En daarna 8 scheppen suiker in hebben gesodemieterd. Dat is gewoon wat het is. Dat is ook wat het is, hè. Low on calories. 1/5 uit suiker. Dat is zeg maar, nou, pak een beetje dat eruit. Tot hier zit er dus vol met suiker. Low on calories. Dat is niet waar, hè. Leugenachtig. Dan gaan we het wat moeilijker maken. Dan gaan we naar de black tea, peach en hibiscus. Wat bekend staat als Chinese roos. Voor mij heb ik dat al een keer eerder opgezocht. Nee, goed, dat zal wel. Deze is ook een low calories. En hier zit maar 19% suiker in. Nou, dan valt mee. Waar ruikt die naar? Onbestemd. Nee, niet onbestemd. Ruikt gewoon naar persik. En meestal is dat zo chemisch als de DSM. Nou ja. Dit is dan als enige geen green tea, maar black tea. Daardoor moet hij wat bitterer zijn. En hij is inderdaad wat bitterer. Het is inderdaad tinten van zwarte thee. Dus wat donkerder, hè. En zwarte thee wat donkerder. Ik bedoel, wat donkerder kan smaken natuurlijk. Maar je proeft die persik, maar die is niet overheersend. Ja, meestal is het zo vreselijk chemisch en overheersend dat je denkt, gadverdamme, een vieze persikdrap. Dat is dus niet. Ja, wat die hibiscus alias de Chinese roos doet. Dat mag Jozef weten, want ik weet niet wat die smaak is. Het is wel een beetje erg geparfumeerd, maar het is niet vies. Er zit natuurlijk geen prik in, het is natuurlijk koud. Dat kan ook wel een beetje helpen dat je denkt, nou, best verfrissend. Maar nee, het is niet verpest, het is niet overdreven qua smaak, snap je wat ik bedoel? Nou, dan gaan we even naar deze. Groene thee, borstbessen en jasmijn. Ja, die ruikt, dat weet ik echt niet. Ja, eigenlijk is het gewoon een beetje vals spelen. Het is koud water met heel veel suiker en een heel klein smaakje. Ja, low in calories is het niet, maar het is natuurlijk een verfrissend drankje. Ja, je kan je niets over zeggen. Zoete limonade waarvan de smaak een beetje weg is gegaan. Dat is wat het is. En ik heb wel zeggen blueberry, jasmijn en groene thee. Je had ook kunnen zeggen, weet ik veel, limonade. Had ik ook wel geloofd. Het is wel heel mager hoor. Het is wel heel erg koud water met suiker en een smaakje. Het heeft zo weinig dat het niet vies kan zijn. Ja. Green tea, mango en kamille. Dat heeft alles om vies te zijn. Want meestal als er ergens mango in sodemieteren. Proeft het alsof je een medicatie neemt. Dus een medicijntje. Geur, nauwelijks. Smaak, ja. Ook nauwelijks. Normaal als ergens mango zit, denk je, godsamme kraken. Wat een enorme, heftige mango smaak. Heftige mango geur. Het is overdreven. Hier heb je dus bij van, ja, misschien is het mango. Zou mango kunnen zijn? Weet je niet. Tijd voor de cijfertjes. En dat wordt natuurlijk vreemd, want ik heb gezegd dat ik iced tea vies vind. Dit was allemaal niet vies. Toen heb ik gezegd dat er geen prik in zit. En meestal vind ik zogenaamde flesjes drinken zonder prik wat je koopt ook vies. Is het ook niet. Is ook niet vies. Het enige wat het ook niet is, is low in calories. Want 20% van zo'n flesje zit gevuld met suiker. Dus dat is natuurlijk gewoon lulkoek. Maar goed, zijn de smaken vies? Nee, er is geen één smaak vies. Het is gewoon niet vies. Maar dat komt ook omdat er gewoon nauwelijks smaak aan zit. Hier heb je dus de green tea. Die is oké. Deze is oké. Okay. Deze is oké. Okay. Deze is oké. Okay. Ja. Het moeilijke is om nu ook een onderscheid te maken in wat vies en lekker is. Ik moet eerlijk zeggen, ik vond deze, de blueberry, jasmijn en groene thee, het minst lekkere. Vond ik wel eigenlijk dat smaakje heel ver in de verte. Sloeg ook helemaal nergens op. Ja, die krijgt van mij dan, ja. Toch een 5. Ja, het is gewoon nikszeggend. Die met mango. Eigenlijk proef je de mango niet heel erg. Maar het is helemaal niet vies. Het is prima lekker. Ja, het is niks. Die krijgt van mij een 6. Mango en kamille. Ja. De green tea, gewoon met citroen. Dat is gewoon prima. Die krijgt van mij een 7. En dan heb je die zwarte thee met persik. En de rode Chinese roos of zo. Weet ik veel.
En die krijgt ook een 7, want meer is het ook allemaal niet waard. Het is eigenlijk gewoon een, oh, kijk die zon nou eens raar weer doen. Maar nou kijk, wat gebeurt er nou? Dat is toch raar? Word ik opgezogen of zo? Beam me up, Scuddy. Het is eigenlijk gewoon een waardeloos product. Maar ook niet, want het is niet vies. Het is ook niet super lekker. Het is gewoon ja, waterzuiker met een smaakje. Ja, wat kan ik ervan zeggen? Ik kan het je niet aanbevelen om te kopen. Ik kan het je ook niet afraden, want het is gewoon niks. Ja, je kan het ook thuis maken. Ik weet zeker dat je het thuis kan maken. Ja, het is gewoon niks. Nou, dag. Ik hoop dat we dit gaan overleven. Wat gebeurt? Je moet je eens zien. Het is toch raar?